Nu rondom het vliegveld vallen er plotseling witte stipjes uit grote Duitse vliegtuigen, de parachutisten der Fallschirmjäger. Zij lijken opeens overal. Snel komen deze Fallschirmjägers op het vliegveld af. En dan gebeurt er het volgende. Maar de Nederlanders verdedigen echt hardnekkig. Menig parachute valt ter aarde. Het vliegveld is één grote ravijn. Zowel aan de Nederlandse als aan de Duitse kant zijn er grote verliezen te betreuren. Er zijn doden, maar ook veel gewonden. De oorlog is inmiddels al lang voorbij. Wij hebben ons na 70 jaar verzoend. Het is uiteindelijk alleen maar belangrijk dat wij dit niet vergeten. Duitsers, die liepen dan door die straten heen en die zongen, hè? Wir fahren gegen Engeland. Godverdamme dat. Dat een klein landje als wij toch maar zo verrast kunnen worden door je buurman. Ja? Die er met een overmacht binnenkomt. Terwijl bij eigenlijk van parachutisten helemaal niks was. Dat is wel allemaal vreemd. Het was een volkomen verrassing. Ja. Door dit alleen al zo verschrikkelijk boos, dat wie je dan ook als Duitse soldaat ziet, het is echt of hij of jij en dan maar hij. Ik ga niet naar Duitsland. Nee, piek er niet op, wat moet ik er doen? En ik heb misschien dan toch altijd het vreemde gevoel. Ja, ik ga er niet naartoe, want dan pikken ze me alsnog op. Wat ze in 40, 45 nagelaten hebben. Idioot, ik geef het toe. Maar dat gevoel heb je. Omgeven van de kilometerbreiten mündungsarmen des Rijns ist das Herz der Niederlande mit den wichtigsten Städten Amsterdam, Rotterdam und Den Haag eine einzige Riesenfestung.
Sie muss fallen, um die Basis für die beabsichtigten englischen Operationen zu Land und in der Luft in der Nordflanke der deutschen Stoßarmeen auszuschalten. Ich sta hier vor een kaart die gebruikt werd in mei 40 door generaal Winkelman, de Nederlandse opperbevelhebber. En op deze kaart kunt u heel duidelijk de Nederlandse positie zien aan het begin van de strijd in de meidagen. En dit is de reconstructie van die staf van waar de Duitsers op 10 mei zich bevonden. Heel belangrijk is dit punt. De inbraak bij Gennep met een panzertrein. En vervolgens gaat de panzerdivision deze richting Moerdijkbrugge. Hier hadden de Duitsers in de vroege ochtend van 10 mei parachutisten geland. Hetzelfde geldt bij Dordrecht. Waalhaven is in Duitse handen. Deze aanval van die parachutisten verloopt voorspoedig. Groot verschil met de luchtlandingsoperaties rond Den Haag, waar de Duitsers een aanval deden op 3 vliegvelden, maar door de Nederlandse verdedigers al heel snel omsingeld werden en vervolgens die vliegvelden los hebben moeten laten. Met andere woorden, de Duitse aanval op de vesting Holland mislukte in eerste instantie in Den Haag. Toen hoorden we in één keer een geweldig aantal vliegtuigen in de lucht. En iedereen zei, oh, die gaan bombarderen in Engeland. Maar niets was minder waar. Ze gingen vanuit de Noordzee, kwamen ze terug en bombardeerden Den Haag. Men denkt eerst nog dat ze naar Engeland gaan en ze draaien om. En vervolgens krijg je hier om zo 5 of 4 uur 's ochtends de eerste bombardementen en beschietingen. Zowel van de vliegvelden, maar ook van kazernes. En het gebouw waar u nu te gast bent, bevindt zich op een locatie die getroffen is. En er is in het gebouw aan de overkant, zijn 's ochtends op 10 mei, zijn 80 leden van de cavalerie gesneuveld. En op dat moment zie ik de bommen vallen op de Alexanderkazerne, waar 53 soldaten sneuvelden en zoveel paarden. En toen dacht ik weer, wat een heldhaftigheid, hè? Om zo, zonder enige oorverklaring, onverwachts aan te vallen. Hè? Dat vind ik, dat blijf ik altijd nog misselijk vinden, hè? Dit is mijn ouderlijk huis in de Crespijnstraat, waar wij destijds toen woonden. En dit is mijn kamer aan de voorkant van de straat. En dit is het dak waarvan alle foto's zijn gemaakt met deze Leica-camera. Ik ben 's nachts via het raam hier naar buiten gekropen met vader en we zijn op het dak terechtgekomen. En we zagen op een gegeven moment heel in de verte vanuit Scheveningen 2 vliegtuigen aankomen. Dat was tussen 3:30 en 4:15. Dat allemaal tegelijk wakker werden door een luchtgevecht vlak boven de Haag. En ik werd wakker door een geweldig lawaai, schieten en rumoer op straat. Dit is een opname van het dak van de Crespijnstraat af. En dan zien we hier de huizen van de Wolde-Piemonkade en de Veenkade. Daarop het dak zie je nog iemand in pyjama staan die ook natuurlijk overvallen is door dat gelawaai wat in de lucht plaats heeft. En je ziet daar diverse vliegtuigen op die foto. Ik zag hele grote vrachtvliegtuigen en langzaam. Je zou zeggen, je kan ze zo pakken. Niet hoog. Die dingen maken ontzettend veel lawaai. En de werkelijkheid, moet ik eerlijk onderkennen, dat nog niet zo erg tot ons doordrong als dat het zou worden die dag der verschrikking van die 10 mei. Die 10 mei, ja, toen hoorden wij dus op een gegeven moment allerlei vliegtuigen in de lucht en een heleboel herrie en schieten. En dus wij gingen dus naar buiten. Ik ging met mijn broer, woonde hier ook nog in. En die zag die jonkers vliegen. Ja, die kwamen hier dus van het westen vandaan en die vlogen zo richting Ypenburg. En dan zagen wij dus die jonkers, die gooiden daar parachutisten naar beneden, weet je wel. En toen zei mijn broer, potverdomme, nou is het oorlog hoor, zegt hij. Onze buren aan de overkant, daar zat een voltreffer uit het vliegtuig, zo in het huis gegooid.
En die kwam in de kinderwagen terecht. Maar die kinderwagen stond in de bijkeuken. Het was 's morgens nog vroeg. Dat kind lag nog in de wieg natuurlijk, dus er lag niks in. Maar het was om 9 uur al een voltreffer in de kinderwagen. Schuin over ons. Wat we hier zien is enkele uren later, om 5:35 heb ik hier in dat boek geschreven, dat een vliegtuig geraakt wordt. Die komt vanuit zeg maar richting Voorburg Leidschendam aanvliegen. En die wordt door luchtafweer geschud, aangeschoten en die gaat al brandend naar de aarde. En iedereen op het dak ging staan juichen. Het was toch de vijand. En wij vonden dus ja, dat die 18 man of 20 die er misschien wel in zaten ook dan maar dood moesten. Wij woonden op het Juliaan van Stolbergplein in het Bezuidenhout. En dan zag ik een vliegtuig aankomen, of in ieder geval brandend aan zien komen. En zien eerst, dat heb ik helemaal gezien. Vanuit mijn slaapkamer op de 2e etage, die zo eigenlijk de Adelheidstraat inkeek. Op 10 mei 1940 was mijn vader Frans Smits 24 jaar oud. Hij was vrijwillig dienend militair bij het Landstormkorps Luchtwachtdienst en stond op wacht voor het hoofdkwartier van de luchtverdediging in Bezuidenhout. Hij kreeg op een bepaald moment de opdracht van de luitenant Ott om zich te begeven naar de Adelheidstraat, want daar was een Junkers 52 vliegtuig neergestort. Het lag daar nog, toen hij eraan kwam, lag nog na te roken. De olie spatte nog half uit de motor. Hij is daar binnen gegaan. Hij kreeg de opdracht om allereerst de wapens na te kijken. Maar die karabijnen waren allemaal krom. De bemanning was dood, vliegers dood. Die infanteristen die erin zaten waren overleden. En er lagen ook allerlei vervrongen Trelleborg-fietsen. Naast die fietsen lagen ook heel veel documenten. En die documenten zijn natuurlijk heel erg belangrijk, want die werden overgedragen aan de officieren van de luchtverdediging en officieren van het toegesnelde politietroepen. En die werden weer weggebracht, die documenten, dus door een panzerwagen naar de Amerikaanse legatie. Dat bleken later dus de von Sponeck-papers te zijn. Dit zijn ze dan, de von Sponeck-papieren. Bij toeval in Nederlandse handen geraakt. Ze zijn gered uit brandende neergeschoten Junkers. Een bonte mengeling van geheime inlichtingrapporten, operationele stukken. Die werden meegenomen door de Duitse militairen die ten doel hadden in Den Haag de koningin, het militair opperbevel en de regering gevangen te nemen. Hier een eenvoudig plattegrondje, ook weer afkomstig uit het toestel uit de Adelheidstraat. Landingsplaats 1, 2, 3. Vanuit deze 3 vliegvelden zou worden opgerukt richting het centrum van Den Haag. Dit is het vliegveld Ypenburg. Dit is het vliegveld Valkenburg. En dit is het hulpvliegveld Ockenburg. Deze kaarten werden verspreid onder de verschillende eenheden die zouden moeten oprukken naar het centrum van Den Haag. Als we deze kaart nu bestuderen, zien we hier de respectievelijke landingsterreinen naar plaats 3, naar plaats 2, plaats 1 daarboven. Maar we zien ook de beoogde objecten die de Duitse eenheden moesten innemen. Belangrijkste natuurlijk, Paleis Noordeinde en daarnaast aan het Lange Voorhout het militair hoofdkwartier. Wat we hier zien is een plattegrond van Den Haag. Hierboven staat Sperrzone für Bombenwurf, gleichzeitig meldekarten. Je ziet hier de 3 vliegvelden. Daaromheen staat precies aangegeven het gebied waar niet gebombardeerd mocht worden. Dit alles ter bescherming
van de eigen troepen. Hier geht es über holländisches Land. Hier bij Ypenburg, Ockenburg en Valkenburg was de lijn van je gaat er eerst met gevechtsvliegtuigen overheen. Vervolgens gaan de parachutisten naar beneden. De meeste bij Ypenburg, zo'n 3000 bij Valkenburg en nou, ongeveer 1000 bij Ockenburg. En als die één keer het vliegveld in handen hebben, dan kom je met gewoon vliegtuigen naar binnen gevlogen. En daar zit de luchtmobiele infanterie zit erin, die stapt uit. En dan gaan die vliegtuigen weer terug naar Duitsland. En dan even later komen ze met verse lading. Nou, en dat laatste gaat dus helemaal mis. Fallschirmjägern sprangen auch Kameramänner der Propagandakompanien ab. Niemand had ooit van parachutisten gehoord of gezien. En de soldaten kwamen dus uit de lucht vallen en vuurden al vanuit de lucht op onze troepen. Dat was zo vreselijk, dat kun je helemaal niet voorstellen. Wij waren nog de echte, de brave jongens. Ik herinner mij dus, als we in de Herenstraat in Wateringen een huis binnen was, dan belden we netjes aan. Terwijl de Duitsers met de kolf van het geweer de raam insloegen en naar binnen gingen. Dus dat was voor ons helemaal nieuw. Ik had nog nooit een Duitse parachutist gezien. Ja? En die lui die zagen er zeer gevaarlijk uit. We hadden van die grote helmen op en van die mooie camouflagepakken aan. En van die stokhandgranaten die ze zo in de laarzen staken. En dan hadden ze nog achteraf 30 motorfietsjes meegenomen. Alleen maar voor Ockenburg. En die laden ze allemaal uit. En die lui waren direct gemotoriseerd. Het Duitse leger, dat waren door en door getrainde soldaten, die dus al in Polen meegevochten hadden, waren gemiddeld 4 tot 5 jaar ouder dan wij. En wij waren dus nog nieuwbakken, eigenlijk nog recruten dus, wat ze dat noemen. En bovendien hadden zij allemaal gemechaniseerde wapens, mitrailleurs, terwijl wij met een hembrugkarabijn moesten schieten, zetten 5 patronen in. Dat was alles. Ze wisten zelfs de zwakke plekken van onze panzerwagens. Want waar ze gemaakt werden in Zweden, die fabriek was toen al eigendom van de Duitsers. Nooit achtergekomen. Ja, ik kwam eraan, toen zei die commandant van Delft, die zei, oh, dat treft, ik ga vanavond over Schier aanvallen langs 2 wegen. Toen zat ik daar en toen zei die man, een of andere overste, geloof ik. Ja, die zegt, nou, ik wou om 6 uur ten aanval gaan. Het is nu zo laat. Maar overste, hebben mijn mensen nog niet gegeten, riep een of andere kapitein. Ik was maar net tweede luitenant. Ik riep van achteruit de zaal. Is die kapitein soms vergeten dat er oorlog is? Ik denk, kijk hoe durft zo'n jongen dat zegt. Nee, aanval is niet doorgegaan. De volgende dag pas. Als je naar het Nederlands leger kijkt voor de inval, dan heb je te maken met een leger van ongeveer 280.000 man. Als gevolg van de keuze die in het begin van de jaren 20 is gemaakt, bestond dat leger uit relatief veel oudere reservisten. Dus huisvaders die tijdens de mobilisatie weer werden opgeroepen om de dienst te komen. Een ander kenmerk van het leger was dat er maar een tamelijk beperkt beroepskader was. En dat betekende dat de leiding, de commandovoering, in niet geringe mate afhing
van reserveofficieren en reserveonderofficieren. En dan zie je hetzelfde beeld. Dat waren vaak ook de wat oudere, bedaagdere huisvaarders. Inzwischen hebben die Duitse troepen die eerste Nederlandse bevestigingslinien doorstoßen. De Holländische soldaat leistete overal harten weerstand. Dem Duitse aansturm allerdings war ook er niet gewachsen. In zügigem Vormarsch geht es über die gut gepflegten Straßen immer tiefer in das Land hinein. Die Verbindung mit den gelandeten Fallschirmtruppen soll schnellstens hergestellt werden. Die schnelle Überwindung der vielen Kanäle, deren Brücken fast ausnahmslos gesprengt worden waren, gehört zu den hervorragendsten Leistungen unseres Heeres in diesem Hollandfeldzug. Uit dit Duitse inlichtingenstuk blijkt zonneklaar dat de Duitse opperbevel al in het voorjaar van 1940 op zoek was naar de privéadressen van het Nederlandse opperbevel. In dit geval generaal Winkelman. Dit stuk werd verstuurd op 9 april 1940 door de Duitse militair attaché in Den Haag aan het Oberkommando des Heeres in Berlijn. Hier zien we een knap staaltje Duits spionagewerk, Einsatzgruppe Veldman. Samengesteld een lijst van Nederlandse personen die volgens de Duitse inlichtingendiensten als Duits vijandig te boek stonden. Met naam, toenaam en adres. Als Den Haag zou zijn ingenomen, dan zouden deze personen als eerste worden opgepakt. De Von Sponeck papieren zijn uniek. Het geeft inzicht in de operationele besluitvorming. Het geeft inzicht in het inlichtingapparaat. Het geeft inzicht in de overmoed, maar ook de bravoure van de Duitse aanval op Nederland. Het gewaagde plan, de aanval op de residentie. Hier zien we ook zo'n prachtig inlichtingen document. Een hele lijst met garages. Nou, wat was het idee? De Duitsers moesten zo snel mogelijk optrekken vanuit de landingsplaatsen naar Den Haag. Ze hadden daar auto's, brandstof voor nodig. In deze garages konden ze auto's vorderen, brandstof vorderen en zo snel mogelijk daarmee oprukken naar het centrum van Den Haag. We staan hier bij de Haagse Schouw. Een brugovergang over de oude Rijksstraatweg naar Amsterdam vanuit Den Haag. Deze plek was een belangrijk toneel van gevechten rondom vliegveld Valkenburg in de vroege ochtend van 10 mei 1940. De Duitsers hadden plan opgevat om naast de verovering van de vliegvelden ook de toegangswegen daartoe af te grendelen. Zo was deze brugovergang een belangrijke toegangsweg vanuit Leiden naar Valkenburg. Duitse parachutisten hebben deze brug ingenomen en in de vroege ochtend van de 10e mei 1940 hebben Nederlandse eenheden deze brug op de Duitsers heroverd. Waardoor ook de herovering van vliegveld Valkenburg diezelfde dag nog plaatsvond. En al die vliegtuigen die daar probeerden te landen, die werden bestookt door die artillerie. Toen zijn die moffen daar teruggeslagen. De Duitsers die hadden naar mijn mening geen flauw benul, ja, dat ze zoveel weerstand zouden ontvangen. We zijn hier op het landgoed Ockenburg. En 71 jaar geleden was dit nog een vliegveld. Wij zijn toen in de vroege ochtend van de 10e mei zijn we van de Alkemadelaan uit hier naartoe getirailleerd omdat het vliegveld veroverd was door de Duitsers. Wij hebben dus diezelfde dag om tegen 4 uur dat vliegveld kunnen heroveren. En wat we daar zagen, dat was dat grens aan het ongelofelijke. Als je dan zo van een normale wereld in zo'n toestand terechtkomt waar vliegtuigen over elkaar heen liggen, alle mogelijke voertuigen die aangevoerd waren en een hele hoop doden en gewonden Nederlandse militairen,
die hier dus omgekomen zijn. Van de 96 man bemanning van het vliegveld waren er nog 36 in leven. De rest was of dood of gewond. Dit was een vreselijk aanblik. Toen lagen wij een eind op Ypenburg. Eén grote ravage, links en rechts. Volop kapotgeschoten Duitse junkers. Brandende gebouwen. Eén ravage en één troep. En zo snel als wij maar enigszins konden, doken we in granaatrechters dekken. Dit is mijn oudste broer, Martin. Hij is maar 22 jaar geworden. Hij is op Ypenburg gesneuveld. De eerste dag van de oorlog, op 10 mei 1940, zat hij in een hangar op Ypenburg met een hele groep. En toen werd er geschoten van buitenaf. En hij zat op een vrachtwagen en hij zou snel onder die vrachtwagen gaan. En hij was er, nou ja, bijna en dood. Ja, het is gebeurd. Voor wij bij die hangars waren, lagen er al heel wat lijken en kermende gesneuvelde jongens van de bombardementen van de vroegere ochtenduren. Maar tot overmaat van ramp, en dat was een verschrikkelijke beproeving, werden wij toen nog gebombardeerd door de Engelse Blenheimers. Door miscommunicatie was dat. Er vlogen de kluiten over ons heen. Maar het was wel tamelijk gauw beslist toen. Want de Duitsers die vlogen in doodsangst. Die vlogen ook overal heen. Door de artillerie die hangars in brand geschoten hadden. Dus het was zeer chaotisch toen. Maar het vuur zweeg tamelijk gauw. Dus in de late namiddag kon onze sectie al zijwaarts, zij door de sloten, naar het Delftse jaagpad uitwijken. Die Duitsers zijn van het vliegveld weggegaan. En die hebben zich gegroepeerd en die hadden als taak Den Haag te gaan bezetten. Ja? Dus die hebben uitwegen gezocht naar de Laan van Meerdervoort, maar dat kon natuurlijk niet, want daar zaten die twee compagnieën. Die hebben een uitweg gezocht naar de Haagweg en daar kwamen wij. Dus die moffen die zaten helemaal in de knel en die hebben zich in allerlei groeperingen hebben ze een uitweg gebracht. Uiteindelijk zijn ze uitgeweken naar Wateringen en dan zijn ze daar nog in gevecht gegaan. Wij hadden grote voldoening dat we Ypenburg helemaal heroverd hadden. Hè? En als er de hele kolonnes overgegeven Duitsers voorbij ziet marcheren, hè? Dan gaat dat niet aan je voorbij na zo'n verschrikkelijke dag. Hè? Dus dat werkte natuurlijk zeer positief. Hè? Wij zijn dus nadat we het vliegveld heroverd hadden, zijn we hier afgemarcheerd naar Wateringen. En we kregen dus bericht dat er groepen een aanval wilden doen op het hoofdkwartier van de overste. Vandaar dat we dus hier moesten terugtrekken en hier dus de Duitsers moesten proberen te verjagen. Dat is ook geluk, alleen heeft ons dat 2 doden gekost. En daar later kwamen hele kolonnes gevangen genomen Duitsers die naar ik meen grotendeels naar Engeland in krijgsgevangenschap diezelfde nacht of afgevoerd zijn. Ja. Dus de dreiging van de aanvallen op Den Haag is, nou, na de eerste oorlogsdag is die dreiging is weg. Heeft het Nederlandse leger die zaak weer goed onder controle? Dus je kunt zeggen, aan de Nederlandse kant is het succes.
ik was een jonge man. En ik stapte dus op het fietsje. En ik ging dus richting Ypenburg, want ik wilde zien wat daar aan de hand was. Nou, dat is dus een... als je 14 jaar bent, is dat eigenlijk een hele belevenis. Want als je dan bij zo'n vliegtuig komt, dan lagen dus op Ypenburg lagen dus een groot aantal van die Jonker 52. En die waren dus neergeschoten of een noodlanding gemaakt of op een landmijn gelopen. Er waren erbij die waren in brand gevlogen en er waren erbij die waren ontploft en zo wat. Ja, als je dan in zo'n vliegtuig komt dat verbrand is en je ziet daar die mannetjes op een rijtje zitten en die zijn dus verbrand, dan kom je even onder de indruk. Want de maat van de mens wordt dan kleiner. Hè? Ik bedoel, als je verbrand bent, dan word je die botten die krimpen. Hè? En dat is dus een heel onwaarschijnlijk gezicht. Hè? Dat beleef je dan. En op Ypenburg, ja, daar heb ik Duitsers gezien die totaal opengereten waren. Daar heb ik ook foto's van gemaakt. Ja, dat begrijp je niet voor een knul van die leeftijd. Hè? Maar ik zag het als het is toch de vijand. Daar is een schroevendraaier legt daar in de bakje daar. Daar waren dus een aantal van die souvenirjagers natuurlijk, die heb je overal. En ik was daar dus ook en ik ging dus in zo'n jonker. En ik zag allerlei mooie dingen. Ik heb dus een kompas gevonden en ik heb dus die kaarten. Die ene stond op doorsmeren en de andere onderhoudsbeurten. En in die kaarten... Daar was de kogels waren daar dwars doorheen gegaan. Hè? Dus ik denk, nou, dat is een mooi souvenir. Die heb ik dus meegenomen, weet je wel. Maar u kon gewoon dat vliegtuig in? Gewoon een vliegtuig in en slopen wat je wilde. Ja. Erg mooi en erg zeldzaam. Heeft u nooit de behoefte gevoeld om hem terug te geven aan Duitsland? Nee. Nee, die behoefte heb ik niet gehad. Nee. Van een Duitse jonker afkomstig stuk. Het troepentransportvliegtuig stortte getroffen, de Nederlands afweergeschut, brandend neer in de Adelheidstraat, enkele tientallen meters van ons huis. En verwoestte daar enkele percelen. Een motor kwam neer op enige huizen aan het Louise de Coligny-plein. In het vliegtuig bevonden zich 15 Duitse militairen die alle omkwamen. Jawel, ik vind je moet die dingen wel registreren, hè? Want als ik doodval, dan weten mijn erfgenamen, die zien daar een vreemd stuk liggen en denken, nou, meteen bij het groot vuil zetten. Maar dat wil ik juist niet. Het moet een document humain zijn voor de volgende generaties. Van een Engels vliegtuig. Het is een Duitse helm en die is gevonden op Ypenburg. En daar is dus een paar schoten opgelost op die Duitsers.
En die jongens die hadden het waarschijnlijk wel niet overleefd hebben, want er zitten hier dus twee gaten in. En hier zijn ze twee keer uitgekomen. Dus die door dwars door zijn hersens heen is die dus gekomen. Dus dat is dus ja, dat is een souvenir van Ypenburg. Hè? Die heeft u zelf meegenomen? Ja. Bij Ypenburg gaat het mis, omdat de Nederlandse verdedigers doorgaan met vechten, het onder vuur leggen en een groot deel van die vliegtuigen kapot schieten. Nou, dat betekent dat je daar dus brandende vliegtuigwrakken hebt. Dan komen er nieuwe Duitse vliegtuigen aan en ja, die piloten denken, waar moeten we met spullen heen? Nou, die zetten ze soms op het strand neer. Von Sponeck, de baas van die luchtlandingseenheid, die zou bij Ypenburg landen. Die komt zo bij Ockenburg terecht. Dus het is chaos aan de Duitse kant. Daar kunnen verdedigers weer gebruik van maken. Tegelijkertijd zie je bij Valkenburg iets anders. Dat, en daar hebben de Duitsers hun werk niet goed gedaan. Dat ze niet door hadden dat de Rijngesteldheid zo was, dat als je daar met relatief zware vliegtuigen landde, dat je die nooit meer de lucht in kreeg. Dus daar krijg je iets anders. Daar staan hele vliegtuigen, maar die kunnen niet meer weg. Die zakten in de veenweide weg. En waardoor het invliegen van versterkingen ook onmogelijk wordt. Het lijkt erop of de Duitsers het luchtafweer en de mate van geoefendheid van de Nederlandse luchtafweer onderschat hebben. Stelle man sich das heute mal vor, nach unseren Kriegserfahrungen, dass man mit 6500 Mann eine Residenzstadt von 400.000 Einwohnern einnehmen soll. Und dabei die vielen militärischen Stäbe, die Regierung und das königliche Haus gefangen nehmen sollte. Das ist also aus meiner Sicht heute gesehen doch eine Überforderung gewesen. Wir waren also echt überrascht, dass die Holländer Widerstand leisteten. Wir hatten das gar nicht so erwartet. Je kunt zeggen, die Duitse landingen die zijn mislukt. Dat klopt ook. We hebben 800 krijgsgevangenen gemaakt. We hebben stevige tikken uitgedeeld. Als je de Duitse definitie van verliezen hanteert, dan hebben de Duitsers 375 vliegtuigen verloren. En dat was een aardige tik. En tegelijkertijd hebben die Duitse parachutisten en luchtlandingstroepen ons aardig bezig gehouden in die Randstad. Im Morgengrauen geht es weiter. Zertrümmerte Fahrzeuge aller Art kennzeichnen diese Straße als Fluchtweg des Gegners. Führt die Straße geradewegs nach Rotterdam, mitten hinein in die für uneinnehmbar gehaltene Festung Holland, die ein ganzes Gebiet schwerster Befestigungen umfasst. Toen wij in de richting van het vliegveld Ockenburg trailleerden, zag de kapitein, die had een kijker om, die zag op een gegeven ogenblik zag hij dus een Duitser in een boom zitten, een uitkijkpost, en toen zegt hij tegen mij, Groenendaal, leg je geweer eens aan over mijn schouder en schiet daar ginds in die boom. Ik zag alleen maar een zwarte vlek natuurlijk in die boom. En nou, ik heb daar aangelegd en toen zag ik gelijk naar beneden toe vallen. En toen we voorbij kwamen, zagen we dat hij dood was. Oorlogsmisdadiger is een pleonasme. Want oorlog is misdaad. En dat heb ik aan de lijf ondervonden. Maar waarom is het dan een misdaad? U vervulde toch gewoon uw plicht? Plicht kan nooit aanzetten tot dood. Dat rijmt zich niet met elkaar. Maar u heeft toch geschoten? Ja, inderdaad. Heeft u daar spijt van? Ik heb van heel de oorlog heel veel spijt gehad. En nog. Wat mij te oren is gekomen is
dat Hare Majesteit, koningin Wilhelmina, wel een eergevoel had en niet laf wilde zijn. Maar ze is geforceerd door de Nederlandse regering en door al diegenen die haar adviseerden. Ze wou niet, maar je moet, u moet. U moet weg, want anders wordt u gevangen genomen. We geloofden dus dat het waar was dat de Duitsers van plan waren de familie gevangen te nemen. En dus is besloten al, ja, ze moeten weg. Wij waren gelegerd in de Van Doornstraat. En op een gegeven ogenblik, dat was dus de 13e, de 10e was de oorlog uitgebroken, maar dat was de 13e. En de 13e, toen waren in de Van Doornstraat alle mensen van de militaire politie bij elkaar. En toen werd er ineens geroepen, koppen dicht, we hebben 6 vrijwilligers nodig voor een hele bijzondere opdracht. Een geheime opdracht. Maar degenen die zich melden, die moeten zich nou aangeven en moeten nou zeggen wie. Nou, en toen dacht ik, nou daar wil ik bij zijn. Hè? En toen kregen wij handgranaten mee, karabijn met scherp. We werden in een bus gestopt. En we werden van die bus uit werden we naar de koninklijke stallen gebracht. Toen begonnen wij wel tegen elkaar te zeggen, hé, zouden we iemand van het koningshuis misschien moeten vervoeren? Het was iets van 4 of 5 wagens. De eerste wagen, daar zat ik op, met 1 mitrailleur en 3, 4 geweerschutters met karabijnen. En toen zijn we langs Monster, naar Hoek van Holland gegaan. En het was allemaal vrij rustig verlopen, maar daar was het wel een oorlogstoestand. Maar we hoorden daar kanonnen, en we hoorden mitrailleurs, en we hoorden van zo'n reuze kabaal. Zie ik niet, haar majesteit, koningin Wilhelmina staan. Met een sjaal om, met de helm op. En die stond er heel rustig te kijken. Ik vond het wel moedig, het was heel kalm. En toen dacht ik, potverdomme, nou weet ik het. Dat is de geheime opdracht. Ze zal wel van hieruit naar Engeland, dat denk je dan. Hè? En toen hebben we haar ook begeleid naar die torpedojager. Toen ze wegging, toen begonnen wij te kankeren. Ze zei, potverdomme, toen zeiden we tegen elkaar op dat moment. Hè? Dat is ook een mooie boel. Dan gaat zij naar Engeland en wij zitten met die rotmoffen. Dat werd even gezegd. Hè? En toen zeiden we later tegen elkaar, nee, wacht eens even, herstel. De bedoeling is natuurlijk dat ze vanuit Engeland, want we worden toch bezet tegen de Duitsers. Zo geredeneerd is het wel goed. En toen zeiden we, leven de koningin. On the fourth day of the invasion, the Nazis gave the Dutch general an ultimatum. All Dutch resistance must cease, or Rotterdam will be bombed flat. The Dutch general had little choice. To save the lives of innocent civilians, he accepted the German terms. But after the unconditional surrender, the Nazis bombed the city anyway. German bombers flew low over the center of Rotterdam and methodically bombed it into a heap of rubble. De dag na het bombardement van Rotterdam kregen wij dus te horen dat we moesten capituleren. En dan kregen we dus opdracht van de Duitsers om af te marcheren naar Den Haag. Terug naar de Van Beieren school. Nou, en dat hebben we toen moeten doen. Onder eigenlijk huilende zijn we dus teruggegaan. Want we waren ervan overtuigd dat we de oorlog gewonnen hadden hier. Nederland had gecapituleerd. Nou, dus wij onder die brug vandaan, in de panzerwagen, deuren wel open laten staan en terug naar Delft. En dat was het einde van de oorlog. Dat was een geweldige teleurstelling, dat weet ik wel. Wij voelden ons heel goed, hè. We hadden het toch lekker gedaan. Hè. En dan ineens afgelopen, hè, door Rotterdam. Het was heel, heel droevig, hoor. En iedereen was down. En ja, het is eigenlijk een dodenmars geweest. Terug naar de brak of naar de scholen waar we zaten. In plaats van met opgeheven hoofd. Maar menige militair heeft toen echt gehuild van woede
dat we ons moesten overgeven. Dat is deprimerend, maar wij lagen natuurlijk toen op dat moment onder het bombardement bij Overschie, toen Rotterdam gebombardeerd werd. En dat was ook een verschrikkelijke ervaring, als die Smetter-Smits overheen draaien en er liggen honderden mensen te sterven daar, dood en verderf in Rotterdam aangebracht. Dus je hebt geen enkele keuze, je hebt er hier maar bij neer te leggen. Het bombardement op Rotterdam was weliswaar niet de militaire genadeklap, maar het was de morele genadeklap. Het feit dat de Duitsers waren doorgebroken op de 12e, 13e mei in de Grebbeberg, dat de bruggen bij Moerdijk, Dordrecht, Rotterdam met succes waren ingenomen, daarmee was eigenlijk de strijd gestreden. Een welverdiende rast. Je kunt tactisch, en dat is bij de nacht gebeurd, kun je succes boeken. Maar uiteindelijk beslist het grotere plaatje. En het grotere plaatje betekende voor Nederland, wij hadden ons verbonden met bondgenoten. Daar hing de veiligheid van Nederland vanaf. Die bondgenoten konden het niet volhouden. En dan weet je dat je als klein land in een heel lastig pakket is zitten. En dat het een kwestie van tijd is. Het Nederlandse leger was gecapituleerd. En die mensen die waren zo ontdaan van die capitulatie, die hebben al trupt, hebben ze hun wapens en munitie, hebben ze hier in Delft in de sloten gegooid. Twee van die dingetjes daarvan, dat dit is een officiersdolk en dit is een bajonet, die zijn beide uit de sloot naar boven gekomen. We hebben toen onze wapens, hebben we toen allemaal in de Herenstraat in de gracht gedonderd. En toen kregen we de opdracht van de Duitsers om die weer allemaal eruit te halen. En ik heb nog foto's daarvan, waar we dus bezig zijn met die wapens eruit te halen. Kijkt u erop terug als een verloren overwinning? Een verloren overwinning, ja, zo kun je het uitdrukken. En wij voelden ons daardoor ontzettend vernederd. Binnen 14 dagen werden wij naar huis gestuurd zonder enige begeleiding. Of wat dan ook, hè? Wat men in Bijbelse terminologie genoemd wordt als ga heen en word warm. Dat wil zeggen, bekijk het maar. Niemand die er weer naar je omkeek. Ik bedoel, alleen al dat Duits, dat wint me te veel op. Als ik het hier hoor op Scheveningen, hè, op zondag, en ik ga naar het paviljoen van de Witte en ik loop over de boulevard en dan hoor ik natuurlijk weer Duits spreken, nou, dan gaan mijn haren overeind staan. Hè. En dan denk ik, dat zijn mensen die de oorlog niet meegemaakt hebben. Ze zijn nadoor, dus ze kunnen er niks aan doen. Ja, maar hun vaders, hun grootouders, hè, die hebben hier gerampokt en nou ja, dan is het weer mis. Ik bedoel, ik zal ze niet aanvallen, maar het irriteert mij mateloos dat ze er zijn.